Jongen, 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 kom op. Ja, 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 ja. Hier, voilà, voilà. Hup, Rens. Ja, nog een keer. Oi, 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 oi. Kijk nou toch. Het winnen. Ja, dit gaat goed, dit gaat goed. Moet je kijken, dit gaat goed. Daar komt hij. Hup. Oeh, hij mist hem. Jesus Christ. Dit is hem. Ja, daar gaat hij. Ja, er is een zeer, zeer groot risico aan verbonden. Die spelregels zijn er niet voor niks. Die spelregels zijn dermate streng dat er wordt gerespecteerd het wel en wee van het paard en van de mens. En daarom is er wel eens een uitspraak gedaan van polo is een sport voor gentlemen gespeeld door boeven. Of het is een sport voor boeven gespeeld door gentlemen. Dat kan natuurlijk. Ik zelf. Maar er zijn accidenten. We hebben een polobal op mijn tand gehad, dus die schitterend. Boom. Nou, dat is dan gelukt, want die bal ging zo hard niet. Normaal houdt hij makkelijk 80 km per uur. En dat is een knalharde bal. En toen was toevallig Paul Huff bij mij op de Estancia op vakantie. En zoals elke fotograaf heeft hij altijd wel wat instrumentjes en zo bij zich. En die heeft dus direct daarna met twee componenten lijm een stuk kroon ingezeept. En toen op mijn tand gedouwd, heeft hij mijn tong weggebonden. Gewoon op de keukentafel. Dat zit er nu nog, het is nu 8 maanden verder. Dus dat is wel aardig, ja. En filosofisch zaten wij dermate op één spoor dat we sindsdien echt dikke vrienden zijn geworden. En onze filosofie is richting gegaan van life extension en ook het behoud van de quality of life. Dus toen kwam Paul op het schitterende idee om de club op te richten die dan heet Lang zullen we leven, want dan hoeven we niet zo naar een clublied te zoeken, zei hij. En dat doe ik dus ook met onze eigen apothekers en eigen voorschrijvende geneesheren. Gaan wij bepaalde producten beschikbaar stellen aan die club. Nou, ik stel me dan voor dat het kost 25 gulden lidmaatschap geld per jaar. Waardoor we dus life extension, dus levensverlengende preparaten, beschikbaar gaan stellen aan onze leden. Want wil je bewijzen dat iets werkelijk het leven verlengt, dan heb je een klinisch onderzoek nodig bij veel patiënten van zeker 50 jaar. En wij babyboomers, nou is Paul natuurlijk een iets oudere boomer dan ik. Maar in ieder geval wij babyboomers hebben geen lust om daar 50 jaar op te wachten. En wat ik zelf heb uitgevonden is een precursor, dus geen hormoon, maar een precursor die in ons lichaam de natuurlijke hormonen stimuleert om die weer aan te maken. En dat is een zeer interessant iets. Dat heb jij uitgevonden? Ja, dat heb ik uitgevonden, ja. En per toeval, zoals veel dingen per toeval. Dus een precursor die zorgt ervoor dat ons eigen lichaam opnieuw allerlei hormonen gaat maken die het bij het toenemen van de jaren minder gaat aanmaken. En dat begint zo ongeveer vanaf het 47, 48. En dan kun je dat meten. Je kunt het bloed prikken voor je begint. Je kunt het elke maand opnieuw, wat ik zelf doe. Nou, want ik probeer dus alles wat ik bedenk zelf uit. Hè. Dus, en het frappante is, ik ben 51 jaar, ik heb het bloedbeeld en een immuunsysteem van een 31 jaar. En die life extension, die club Lang zullen we leven. Lang zullen we leven. Hoeveel mensen zijn er lid? Nou, ik heb Paul en ik zijn lid. Ik heb gesproken met Emil Schutenhelm, die is toch ook over de 80. En die gaat wel jaren mee, die man. Dat is ook een goed, lijkt me een betrouwbaar lid, ja. En verder heb ik het Rijk de Gooi aangeboden, maar die vond ze niet zo jong. Dus dit is echt een zeer select gezelschap. Ja, het is een club in statu nascendi, oftewel in wording. Ik denk wel dat we veel mensen belangstelling hebben, want we gaan natuurlijk ook een clubblad uitgeven. Kijk, 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 dit wordt een goal, hè. Dit wordt een goal, hè. Dit wordt een goal, dit wordt een goal. Jongen, jongen. Nou, kijk dat toch. Dat is het correct. Oh my god! Ja. Ja, ja. Schitterende goal. Ik kom geestelijk tot mijn gerief als ik mensen aan het lachen of beter kan maken. Dat is inderdaad zo, ja. Ik heb altijd een familiale predispositie. Dat is altijd al zo geweest. Heel raar. Heel gek. Als wij vroeger in dat katholieke zuiden mocht je dan geen condooms verkopen. Want mijn vader is na de hand in een apotheekachtige droogsterij begonnen, wat alles zelf had gemaakt. Dan mocht je geen condooms verkopen, maar ja, ik deed dat wel. Er waren moeders met 10 kinderen en dan gaven ze cadeau. Ik verkocht graag kraam uitzetten, daar gaat het nou niet over, maar ik deed dat. Want mijn vader was in 1923 de eerste biochemicus bij Organon. En mijn moeder opereerde daar buikvensterkonijnen. Dat waren stukjes mica die in de buik van een konijn werd gezet om te kijken onder invloed van hormonen hoe organen zich ontwikkelden. Dat was de oprichting van Organon, zeg maar.
En als een ander kind vroeger op de lagere school thuis kwam, dan mocht hij huiswerk maken. Maar ik moest bijvoorbeeld hoesje opdraaien of capsules afvullen of hoespoeders vouwen of zoiets. Ja, en dat is eigenlijk genetisch bepaald. Ik heb nooit anders gedaan dan dat. En toen ik later zeer goede, zware trainingen kreeg van de grote farmaceutische industrieën, grote internationale farmaceutische industrieën, deed ik klinisch onderzoek. Dus ik testte nieuwe geneesmiddelen bij patiënten uit voor het eerst. Dan moest je dus meer van die geneesmiddelen en die ziekte weten dan een professor die je moest overtuigen om die middelen dan ook toe te passen. Het heet fase 1 onderzoek. Tegenwoordig gaat dat zo makkelijk niet meer en er komen ook steeds minder nieuwe geneesmiddelen. Mensen die een beetje bezig zijn of iets bedenken, voor hun is het applaus als er iets wordt toegepast. Daar gaat het om. Primair gaat het niet eens om geld. Daar heb jij denk ik wel behoefte aan ook, aan dat applaus. Ja, als mensen een vinding van mij toepassen, dat is mooi. En onze literatuur, die literatuur die we inmiddels hebben, ja, die is zeer, zeer ook voor leken toegankelijk. Dat is helemaal niet dat highbrow. Dat is, ja, dat het applaus dat dingen worden toegepast. Nou, dat is niet verkeerd. Ben je bang om dood te gaan? Nee. Ik ben 2 keer in mijn leven op het randje van de dood geweest. Toen ik 38 was, had ik een atelectasie, een atelectase, dus een middeleeuwse longziekte. En de 2e keer is geweest afgelopen juni. Toen heb ik een virale, dus een virusinfectie opgelopen op het eiland Manado in Indonesië ergens. Dus ik heb 2 keer de dood in de ogen gekeken. Ik hou van risico's nemen in een vliegtuigje over het tropisch regenwoud vliegen, waar de deuren dan ineens verdwijnen of de piloot dronken is. Dat soort risico's die neem ik graag. Ik ben niet bang om dood te gaan. Als ik maar weet van de heer, zou ik haast zeggen, afscheid kan nemen van mensen die mij dierbaar zijn. Maar waarom wil je dan zo oud worden? Nou, omdat onze generatie heeft er hard aan getrokken, heeft hard gewerkt, heeft soms of dikwijls een spaarzaam leven geleid. Die mensen, zoals ik, die willen genieten. Die willen inderdaad op een 80ste in een spijkerpak op een harde leven zonder achter die jonge meiden. Dan, ja. Want hebben dat, ze dat toch voor gewerkt? Jij? Ik wel, ja. Ja hoor. En dat wil je dan van je 80ste tot je 120ste blijven doen? Ja, want dan is het mijn afgelopen op een ja, maar er is nog wat anders. Er is nog wat anders. Die quality of life, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld als je aan life extensie levensverlenging doet, dat je 2 dingen kan doen. Je kunt jaren toevoegen aan het leven, maar je kunt ook leven toevoegen aan de jaren. Dus dan opteer je voor iets anders, want dan opteer je door wat ouder te worden, maar wel met het behoud van de quality of life. En dat is zeer individueel. Voor de een is dat het roken van een sigaret, voor een ander is dat het drinken van 3 flessen wijn per dag. Het is persoonsgebonden. Dat is de quality of life. Daar gaat het om. En het is een mooie optiek om te roepen van ik wil sowieso oud worden. Nou, laten we maar kijken hoe ver we komen. Maar ik wil leven. Ja, dat wil ik graag.